Nee, ik wist niet dat ik van tevoren een logopedie wilde gaan doen. Mensen weten dat vaak helemaal niet. Dus dan op zo'n open dag kom je er eigenlijk wel achter van wow, wat een logopedist allemaal doet. Ik heb ook niet altijd logopedist willen worden. Maar na een aantal open dagen en een aantal meeloopdagen, of ja, één meeloopdag, vond ik het wel heel erg leuk. En toen dacht ik, oké, dit is ook wel echt wat ik wil worden later. Ik heb eigenlijk nooit te maken gehad met logopedisten of zo. Dus ik wist ook echt niet goed wat ze eigenlijk deden. Of doen, eigenlijk. Maar toen ben ik ook naar de open dag gekomen om te kijken van wat kan ik eigenlijk allemaal nog gaan doen op het hbo. En ja, dit sprak me eigenlijk het meeste aan. En dat is nog veel breder dan ik eigenlijk gedacht had. Ja, en toen ben ik naar open dagen gegaan en daar kreeg ik meer informatie en toen zag ik eigenlijk ook hoe breed het was. Het is niet alleen wat veel mensen denken, taal en spraak, maar je hebt ook nog gehoor en neurologie en dyslexie. Dus die veelzijdigheid vond ik gewoon super. Dus het is eigenlijk precies zoals ze zeggen dat het is, zo is het ook gewoon.